De stemmen van de wedstrijd voor het mooiste armor setje zijn bijna allemaal geteld. En straks zal bekend worden gemaakt wie er gewonnen heeft. Ik vind het heel erg spannend. Het tellen kost wel even tijd, want er is namelijk meer dan 400 keer gestemd. Ik had dat niet verwacht, maar dat is wel heel erg leuk. En terwijl er druk gestemd werd, voor wie dat niet weet, dat was vorige aflevering, ben ik heel druk bezig geweest met het afmaken van mijn winkel. En zoals je kunt zien, staan alle armor setjes op hun plek. Op 1... armor trim na. De trim die nog ontbreekt heet Rip en die kan je vinden in een Nether Fortress met een 6,7% kans. Wat dus betekent dat we op avontuur gaan vandaag. Welkom bij Pixelburen. De makkelijkste manier om snel zo'n Nether Fortress te vinden is door te vliegen door de Nether. En ik geloof dat ik hier wel 3 Elytras heb, zeker. Alleen ik moet ze nog enchanten. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik gebruik nauwelijks Elytras. Ik vind paardrijden namelijk gewoon veel te leuk. Iemand is hier bezig geweest met het verbouwen van de vallei, maar heeft vervolgens het hekje weggehaald om een paard aan vast te maken. Nou ja, jij gaat aan deze boom. Hier komt een golfwinkel. Wat gaan we nou toch weer krijgen? Drie keer mending. Drie keer unbreaking. En behalve van die prachtige vleugels heb ik natuurlijk ook nog raketjes nodig. Anders kunnen we alsnog niet vliegen. En daar heb je dan weer gunpowder en papier voor nodig. Gelukkig heeft CJ de bouwmaterialenman daar ook al een farm voor gebouwd. Blijkbaar handelt hij ook in vuurwerk. Dus laten we even kijken of we wat raketten kunnen scoren. Ik heb de kaart van de pixelburen er even bij gepakt. En ik zie daar iets merkwaardigs. Dus ik gok dat dat de farm is. We gaan erop af. Ik geloof dat ik wat zie daar in de verte. Het kan eigenlijk niet missen. Oh, hey, hallo jongens. Yo, wat gebeurt hier dan, joh? Er komen hier gewoon allemaal creepers naar beneden zetten. En om jullie een beeld te geven van hoe groot dit ding werkelijk is, zoom ik nu even uit. Nou, het valt eigenlijk nog wel mee. Ik ben hier zo. Maar de grote vraag is nu, kan ik hier raketten maken? Nou, we hebben in ieder geval wel sugarcane. Laat ik dat meteen even meenemen. Hartstikke netjes. En als hier sugarcane in zit... Oh, dat is... trouwens echt heel erg veel. Dan heb ik hier... jackpot. En dan maken we even wat papiertjes. En dan raketten. Ik heb meer dan genoeg. Het is niet echt een mooie farm, maar ik ben blij dat die bestaat. Hey, krijg nou. Er is nog een winkel geopend. Hengelsportwinkel De Gekke Hengel. En wie ben jij dan? Vishengelspecialist Dirk-Jan. Leuke naam. Normaal als ik op avontuur ga, draag ik altijd dit vrolijke setje. Maar ik geloof dat ik voor de Nether wel net iets beters nodig heb. Gelukkig heb ik in mijn Ender Chest, als het goed is, hier nog wel... Ja, kijk eens aan. Diamond leggings, diamond chestplate, diamond helm. En we kunnen op reis. Of nee? Of nee, wacht even. Bij gebruik van de portal zou u alstublieft een donatie willen achterlaten. En waarom staat daar poep? Zo'n Elytra staat me helemaal niet heel goed. En ik kom er ook achter dat we niet zoveel tijd hebben. We moeten snel gaan. Aha. Nether Fortress nummer 1. Kistje nummer 1. Oh, geen armor trim, maar wel 3 diamanten. Het is verdacht rustig hier. Oh, dit loopt dood. We hebben hier Nether Ward, maar ik zoek nu gewoon de kisten. Ah, een kist. Ei, wel een zadel. Nog een kist. Jemig, wat een troep. Het lijkt er niet echt op dat ik hier iets ga vinden. Ah, Nether Fortress nummer 2. Jongens, ik heb helemaal geen tijd voor je. Oh, 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 oh. Rustig, 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 rustig. Ik heb nog meer te doen. Oh. Oeh, dit gaat eigenlijk wel een beetje snel. Oh. Ik heb een Wither Skeleton Skull gevonden. En ik ben bijna dood. Maar ik wil gewoon die armor trim. Hier. Ah, een kist, een kist, een kist, een kist. Jemig, wat is dit voor slechte loot? Kom op, waar zijn die... Nee. Blijf jij even lekker weg. Ik zoek kisten. Nee, kunnen we hier nog naar beneden? Overal zit ook maar lava. Nee. Nee. Een kist. Of heb ik die al gehad? Ik weet eigenlijk niet. Nee, maar je zit ook niet in wat ik zoek. Oh. Ja, ik heb hem. Let's go. Oké, die stop ik meteen in mijn ender chest. En ik vraag me eigenlijk ook af waarom ik die elytras gewoon in mijn inventory had. Maar goed,
Ik heb hem. De laatste. En dan gaan we nu snel terug naar huis. Ik moet je heel eerlijk bekennen dat het een stuk soepeler ging dan dat ik had verwacht. 6,7% is niet zo heel veel, maar we vonden hem al bij de tweede Nether Fortress. Er komen dus al wat mensen online, zoals je kunt zien. We gaan bijna een vergadering houden en daarna wordt duidelijk wie de wedstrijd heeft gewonnen. Maar nu ik die laatste armor trim heb, wil ik nog snel even de winkel afmaken. Er moet nog één setje hier komen. En er zijn onderhand behoorlijk wat diamonds, omdat we met alle pixelburen zijn gaan mijnen. Dus ik kan deze nu gewoon een paar keer kopiëren. En ik ben ook wel benieuwd naar hoe deze eruit ziet. Wow, we hebben ook gewoon een challenge gehaald. Smithing with style. Let's go. We zijn compleet. Nou, moet je kijken hoe ik eruit zie. Dat is best wel cool. En poem, en poem, en poem, en poem. Dan moet jij even weg. Piston. Glas. Redstone. Glas. Redstone. En dan kan die hierin. En de netherrack moet erbij, want daarmee kan je hem dupliceren. Verf. Ik moet nog verf hebben. Die hebben we nodig. En die hebben we nodig. En ondertussen wordt het steeds drukker. Ik moet alleen nog even dat schilderijtje terughangen. Prachtig. En nu snel naar de vergadering. Lieve buren van de pixelburen. Het heeft even geduurd, maar alle stemmen zijn geteld. En het duurde wat langer dan verwacht. Maar er was dan ook meer dan 400 keer gestemd op al jullie prachtige armorsetjes. Wow. En wat ik wil doen is... Ja, dat is wel even benoemenswaar. Dat is bijzonder. Ja, heel bijzonder. Ik ben echt heel nieuwsgierig. Het tellen was ook echt niet makkelijk, kan ik je vertellen. Ik heb daar best eventjes over gedaan. En de uitslag is bekend. We weten wie er gewonnen heeft. Althans, ik weet wie er gewonnen heeft. Jullie nog niet, maar dat ga ik zo bekendmaken. En we weten ook wie de grote verliezer is. Wat ik wil doen is de top 3 bekendmaken. Plek 3, plek 2 en plek 1. En dan vertellen wie... Ik ga bekendmaken wat de top 3 is. En daarna maak ik bekend wie de grote verliezer is. En dan plaatsen we die setjes in de winkel. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Zeker. Oké. Op plek 3 is geëindigd met 87 stemmen. Oh. Met 87 stemmen. En dat is geworden lijst 5, de codeerheer. Hey. Heel leuk. Nummer 3, geen prijs. We gaan door naar nummer 2. Nummer 2 met 105 stemmen is geworden nummer 8. CJ's bouwmaterialen alleen op bestelling. Hey. En dan gaan we nu voor de hoofdprijs. Voor de hoofdprijs. Nummer 1 met, moet je horen, 168 stemmen. Wauw. Nummer 7. Nee. Nummer 7 heeft gewonnen. Gryffindor. 10 punten naar Gryffindor. Dat is blijkbaar de kapitein. Dat is echt heel erg leuk. Gefeliciteerd. Ja. Wil je dat niet raden dan? Dit zijn toch mijn favoriete kleuren? Ja, helemaal leuk. Wil je misschien even een korte speech geven? Een korte speech? Ja. Ik wil graag mijn papa bedanken. En alle mensen die me door de jaren heen gesteund hebben. Graag gedaan. En ik wil vooral ook de Karatebever bedanken dat ik al zijn diamonds mocht lenen voor het maken van dit armor. Dat is wel cruciaal geweest. En ik ben heel enthousiast. Ik ben heel blij dat jullie het mooi vinden. Yay! Oké, maar dan heb ik nog heel erg leuk nieuws. Want we hebben een winnaar. Nogmaals met 168 stemmen. En plek 2 had er dus 105. Dus echt wel een overtuigende winnaar. Maar we hebben natuurlijk ook nog één grote verliezer. En dat klinkt aan de ene kant natuurlijk heel erg verdrietig. Want die heeft dus de minste stemmen gekregen. Maar tegelijkertijd komt die dus ook in de winkel te staan. Dus eigenlijk ook wel leuk. Mm-hmm. Op de laatste plek. Met maar liefst 4 stemmen. Oh. Is geëindigd. Nummer 1! Een prijsje komt gewoon in de winkel te staan. Wie was die? Gamerbaas gaat er heel trots bij staan. Ik ben ook trots op je. Gefeliciteerd. Oké, als jullie even de outfits op deze plekken willen zetten. Mooi momentje. Ja. En nu is de winkel dus ook echt helemaal af. Dat is mooi, toch? En ik zag ook dat je hem helemaal compleet gemaakt hebt. Ja. Het was een beetje een race tegen de klok, maar het is me gelukt. Ik ben om 7:30 ben ik nog de Nether ingevlogen om de laatste te verzamelen. Wow. Ik moet zeggen, hij is best wel anders dan die andere. Hij is een stuk donkerder.
Ja. Maar ik denk dat je hem wel... mooi. Je kan er wel een leuke combinatie mee maken, denk ik. Ga allemaal even in de etalage staan. Dit is prachtig zo. Kiesje loopt natuurlijk weer helemaal vast. Nee, ik liep niet vast. Ik werd gewoon aan de kant gedaan. Ga hem even voor staan. Maak nog even een screenshot. Dankjewel. Ja. Prachtig leuk. Deze wedstrijd was geloof ik een groot succes. Het was leuk om te organiseren en we hebben de winnaar en de verliezer hier nu naast de toonbank staan. En de andere setjes laten we geloof ik gewoon in de expositieruimte staan. Ik heb hier trouwens nog een boekje met de overige stemmen. Setje 2 en setje 3 hebben allebei 18 stemmen gekregen. En setje 4 die zat helemaal niet zo ver af van verliezen, want die heeft maar 1 stem meer dan setje 1. Setje 6 is mijn outfit en die heeft ook niet heel veel stemmen gekregen. Hier. 8 stemmen. En setje 9 van Equintas, die heeft 22 stemmen gekregen. Wat was dat? Hallo? Wat was dat? Hallo? Wat raar. Jullie hoorden dat ook, toch? Ik schrok me te pletter. Het leek wel een soort aardbeving. Nou ja, het lijkt weer voorbij. Ik ga mijn verhaal even afmaken. Hè? Wat is dit? Dit stond er net nog niet. Beste KB, je bent een slechte vriend. Nou, dat begint meteen alweer lekker. Jouw maatje is verdwaald, loopt te knorren alsof zijn leven ervan afhangt en er is niemand die hem hoort. Knorren, gaat dit over meneer Varken? Heeft iemand hem gevonden? Waarom ben je hem niet gaan zoeken? Nou, aan de ene kant is dat wel een goede vraag, maar aan de andere kant had ik ook geen flauw idee waar ik moest beginnen. Dat varken reist door dimensies en door de tijd. Hoe ga je zo'n dier vinden? Kijk eens om je heen. De inwoners van de vallei zijn de zoektocht allang gestart. Hallo? Is daar iemand? Hallo? Ernst is er nog wel. En Fred is er ook. Maar voor de rest lijken alle buren inderdaad vertrokken. Maar ze waren hier net nog. Ik vind het heel raar. Maar jij loopt hier een beetje winkeltje te spelen en stemmen te tellen. Ja, maar hallo, het is toch ook gewoon een hartstikke leuk winkeltje? En dat was toch ook een mooie wedstrijd? En speciaal daarom heb ik voor jou het mysterie van de vrij willekeurige paskamer. Wat gaan we nou toch krijgen? Met onvriendelijke groeten, Koenraad. Het is de mysterieuze Koenraad weer. Daar heb ik geloof ik ooit eerder een cadeautje van ontvangen. PS. Je komt niet lang start, dus je ontvangt geen 200 euro. Dat vind ik nou echt ontzettend jammer. Het mysterie van de vrij willekeurige paskamer. Ik ken maar 1 paskamer in de hele vallei. En die is inderdaad vrij willekeurig. Nou, ik heb die zelf gebouwd, maar laten we toch maar een kijkje nemen. Hij ziet er meteen al anders uit dan ik me kan herinneren. En er lijkt hier iets van een trap of zo te zitten. Wat is dit? Nog een trap naar beneden en een deur? Waar zijn we? Wat is dit allemaal? Hè? Wacht eens eventjes. Dit is gewoon het huis van de codeerheer. Laten we die trap eens proberen. Die codeerheer heeft trouwens wel een bijzondere inrichting. Merkwaardige man. Goed, we gaan dit trappetje maar eens af dan. Kijken wat er beneden te vinden is. Ah, een gigantisch lange gang. Met weer een hele lange trap omhoog. Nou, ik ben benieuwd. Waar ben ik nou toch weer beland? Wat is dit voor een bijzondere plek? En hoe kan die trap op zoiets uitkomen? Meneer Varken, ben je hier? Meneer Varken? Hallo?